Nou ja, ik zou het wel leuk vinden. Zelden, toch? Of niet? Ja, ik weet alleen of ik hem kan sellen onder de prijs. Kan toch. Nou. Yay! Mijn monies terug! Nice! Dat is heel mooi. Dat is ook heel mooi. Kom op, hoog nummer, hoog nummer, hoog nummer, hoog nummer. Dat is niet hoog. Dat is niet hoog. Dat gaan we niet doen. Hij heeft nog te veel geld. Ja, hij heeft nog best wel veel stocks. Nou ja, Dragon Lord gaat dan zo meteen voor een promotie. Hij gooit 1. Oh, dat is geen 1, dat zijn 8 1'en niet. Ja. Iets specifieker zijn, ja, ik wil 1-1. Oh, okay. 1-1, 1-1. Oeh, hij heeft weer een hoop geld. Oeh, die gaat hij overkopen. Ja. Yeah. Was uiteindelijk te verwachten. Ja. Yeah. Hij is er alleen nooit op geland, dat is het hele punt. Nou, dus dat is een 16. 40. 600. 80. Nou. Valt nog mee. Ja, ik land niet op mezelf, dus dat heeft ook geen zin. Nee. Nou, eindelijk, level 3. Jee, monies. Hé, hey, kijk, een kaart. Nou, we staan eigenlijk gelijk met kaarten. Jee. Dat zie je ook niet vaak, dat we tegelijkertijd staan met kaarten. Nee. Ja, en dat de AI zoveel verder staat. Dat klopt inderdaad, die staan meestal... Oh, nog een keer! Klopt, nog een keer, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Au. Spruce? Nee, geen spruce. Hij spruce niet. Heel raar. Ja. Ja, jij hebt nodig... Klaveren en schoppen nog. Ja. Ze willen allemaal niet spruisen. Nee. Wee. Je maakt wel meters. Ja, nu wel, ja. Spruce? Nee. Nou, kom op. Mooi op jezelf. Welke stocks mis jij nog? Oké, okay, dus jij moet zo meteen gewoon via de bank gaan. Ja. Toch even, niemand moet die kant op, maar ja. Wellicht, hè? Ja, deze flikker moet die kant op, dus dat is mooi. Twintigste overzien. Yep. Not gonna spruce. Never gonna spruce you up.
Ah. Wat ik net zei, 20 is te overzien. Ja. Heeft hij nog stocks? Ik weet niet. Heeft hij nog stocks? Blijkbaar. Niet zoveel meer. Nee, hij heeft al zijn stocks niet zo wat verkocht. Mm-hmm. Wordt er gespruist? Er wordt gespruist. Oh, dat wordt een eng stukje hoor. Zo. Maar ja, dan zie je de AI manipuleert, maar de AI kan dus niet tegen zichzelf. Nee. Want onze grote vriend Dragonlord leeft nog steeds eigenlijk van die 2800 van het begin van de game. Ja, precies. Wat een onzin, wat echt onzin was overigens, maar ja. Nou, dat hij 2800 krijgt, dat vind ik niet onzin. De onzin vind ik eerst 700 te kopen en dan een suit krijgen dat je kan verkopen voor 4 keer. Hey, dat is niet verkeerd. Alles 10%. Nu zijn dat maar 3 shops, maar dat maakt niet uit. Nou Mario, ga je naar links? Nee, hij gaat naar de promotion. Hij gaat naar rechts, ja. Is ook niet zo heel gek, want hij heeft alles, dus. Hetzelfde met jou, jij gaat ook naar rechts en dan zo bovenlangs. Oh, nee, wacht, ik heb nog maar 7 coins. Nu. Dragonlord daarentegen. Die gaat naar de arcade en dan gaan we slimepies springen. Nee, Dark of Gold. Helaas. Voor mij? Nee, denk ik niet. Geel. Voor iedereen. Iedereen krijgt monies. Dat is iedereen nooit goed. 400 gold. Nou, mooi. Nou, dat is nooit goed voor een game. Dat is bij Mario Party ook niet. Het is niet goed als er veel geld in het spel is. Nou, hier heb je weer 300 erbij. Jee, dat is wel goed. Hij heeft Level de meeste 5. Shops en hij heeft één Monopoly. Ja, als iemand... gaat hij hij sproest! Oh. Wow, hij kan het wel. Maar ik hoop nu wel dat hij flink op zijn bek gaat. Dat hoop ik ook, ja. Hij zit wel eerste nu. Ja, maar hij gaat wel mijn straat in. Ik betaal wel weer, joh. Het is nu al langzaam maar zeker een wedstrijd geworden tussen mij en... Mario. Mario. Hij gooit natuurlijk weer ruim over jouw straat heen. Ja, maar hij landt op jou is ook goed genoeg. Dat is waar. Shit, net niet. Jawel toch? Is nee, goed? Ik wilde op mezelf landen. Kon ik hem nog spoezen voordat Mario erop ging. Okay. Oh! Nou, kan nog steeds hoor. Kan nog steeds. Had je dan niet een... je had misschien eentje nog meer naar beneden kunnen doen. Maar... Even kijken.
Ja, fuck it, deze gewoon. Je weet ook dat dat vlak voordat ik daar kom is, hè? Ja, ik weet het. Maar laat ik het zo zeggen, ik kan of hem naaien. Ja. Of ik kan zeggen, fuck it. En wachten tot hij in dat straatje terechtkomt, deze. Dan zeg ik gewoon van, weet je wat, fuck it. Kom op Mario, je kan het. Ja hoor, hoppatee. 2200, kaboom. Dat is pijnlijk. Hij kan nog overleven met zijn stok zo. Teller loopt nog steeds door. Oh! Nee. Nee. Oh, het is echt mijn dag, joh. Ja, echt, hè. Je leeft nog steeds van mijn stoks. Dus zeker, zeker. Dat scheelt een heleboel. Mijn voorbedachte raden, ja. Heb ik daar monies in gestopt. Ja, oh, hij ging niet naar boven, wat een lul. Nee, daar was je ook op geland geweest. Ja. Wat een lul. Dat is wel heel leuk geweest. Ik stond wel even tweede in, hè. Pak weer de promotie, laat het alsjeblieft genoeg zijn voor om de game af te maken. Nee. Het is 20.000, hè, in deze... Nee, 15k. Weet je het zeker? Ik zou het even checken. Volgens mij is het 20.000. Wel zeker. Maar ik vind 20k vind ik wel aardig hoog om hier te krijgen, hoor. Ja, ik zou het even checken zo. Want je kan dan in de opties checken, toch? Hey, betalen. Hè. Wacht, kan ik dat zien? Target. Derde. Oh. 20. Pittig hoog. Ja, shop dicht en promotiescore. Ja. Komt hij op mij wel? Oh, hij gaat ook zijn shops dicht doen. Ja, hij heeft schoppen nodig, hè. Jullie krijgen vrije baan. Ja. Dan gaan we weer. Maat, jij gaat deze nog winnen ook, hè? Ja, nu wel, ja. What the fuck? Maar kijk eens even, wat Mario moet gooien. Ja. Oh, ja. Maakt niet uit wat hij gooit. Nee, het is altijd kut. Betalen! Nou, het is altijd 15 en hoger. Oh, en hij moet shops verkopen. Nou ja. Nou, ik dacht ik doe ook mee. Zo, nee, sorry, ik kreeg een bericht van een collega van... Oh, ja, Jordi, wil ik toch bellen om 4 uur? Kan het ook om 4:30? Ja, hoor. Ja, graag. Ik heb een idee. Wat ga je doen? Ja, het kan. Je moet wel geld betalen. Ja, ja, dat ga ik ook doen. Nou, heb jij ook weer je Monopoly? Precies.
Het zou nu heel mooi zijn als Dragalord even zijn rondje heeft gedaan, even op mijn land, dan is het game klaar. Want niemand raakt die bankrupt, dan moeten nog flinke dingen gaan gebeuren. Dan zou ik bij wijze van spreken die laatste shop net voor die arcade nog moeten updaten. Ja, nu gewoon jezelf. Ja. Oh, kijk, als Dragalord ook die op die 2000 wil landen, geen probleem hoor. Ja. Geen probleem. Jij wil wel op die 2000 landen. Ik ben hier van nadenken van wat is slim. Ik zou dat straatje daar onderin gewoon helemaal kapot maken. Ja. Yeah! Mario staat daar gewoon nog, hè. Ja, maar die is nu zijn stoks kwijt. Oh, nou, yeah! Toch handig. Als ik een loor nog even op die andere land, dan zijn we helemaal klaar. Oh ja, die had hij ook nog, hè? Ja. Oh, net genoeg? Nee, net niet. Nou ja, hij heeft nog 3 Monopolies over. Ja. Dus, nog een goed boek gelezen laatst? Nee, niet echt. Kabooming. Prima joh, ga je gang. Je wilt hem laten leiden, hè? Als hij nu nog 1 keer moet betalen, is het gewoon nog... Ja, dan moet hij shops gaan verkopen, ja. Ik word gewoon nog 2e ook, het is niet te geloven. Ja, het is een hele rare pot, maar zo zie je maar onze riskante manier van spelen. Betaalt wel uit. Betaalt bijna altijd uit. Slapen, arcade of commissies. Zeg maar. Commissies. Nou, Dragalord. Oh. Waarom koopt hij dan net? Gewoon niet betalen. Fuck hem. Kijk wat er gebeurt. Daar ben ik ook wel benieuwd naar, ja. Oké, de bank betaalt hem dan 100 euro uit. Oké. Okay. Oh. Natuurlijk. Komt nog weg ook. Ja, tuurlijk. Dat is zuur voor mij. Ik had graag toch stoks bovenin willen hebben. Nou, laten we niet gaan. Je hebt het zelf al in de gaten. Ja. Nou, komt er een lot. Ah, naar links. Oh, wat doet hij? Hij heeft promotie, wat doet hij? Geen idee. Wat is er voor een debiel? Dat snap ik dan weer echt niet, hè? Nope. Ja, ik krijg er geld door, ik vind dat voor geen probleem. Ja, maar... het slaat alleen ergens op. Nee. Nou, dan krijgen we die auctions van al die kut dingen natuurlijk. Ja. Dan gaat
gaat zijn Monopoly. En hij was nog net niet degene waarvan ik denk van oké, ik hoef niet dat hij verliest. Ik wil dat Mario verliest. Ja. En dan heeft hij die ene, die heeft hij nog over, maar die gaat zo erg dalen in waarde. 1400? 500. Ja, want hij heeft ook helemaal geen enkele andere shops meer daar nu, hè? Nee. Ja, dit ga ik allemaal niet doen. Dat kan allemaal gestolen worden. Dus nog een goed boek gelezen. Fantastisch boek. How to win a game. But not. Ja, hoe kan je een game winnen van nul? Ja. Ja. Irritant is nog dat Mario ook niet kan bieden, zeg maar. Dus nee, precies. Dus je kan hem wel niet uitspelen. Nee. Anders had ik hem gewoon uitgespeeld, maar hij kan ook niet. Ik ben blij met mijn exchange die ik nog heb gedaan. Ja. Maar als je het niet had gedaan, dan was Dragon Lord er nog in geweest. Yep. Quality content. Nogal ja. Maar wil je ook, dit is verdomd saai. Ja. Oh, Mario kan meedoen. Maar ook nog wel één bot en dat is dan weer te veel. Nou, hartstikke mooi. Yay! Je hebt bijna weer het bord terug naar waar het oorspronkelijk was. Ja. Spruce. Waar kan het meest nog in? Dat is 0, 1030. Om iemand te zien lijden. Nou, kan ik hiermee net de target nog halen? Net niet. 200 nog. Wat ga je doen, Mario? Ga naar mij. Nee, ga niet naar mij. Lul. Nou ja, het is ook een lul dat nog een shop koopt. Ja. Het heeft geen stocks over. Nee. Overleef je niet als je die kant op gaat. Ik ga nog wat stokjes kopen, joh. Dit is jammer. Ja, misschien had Dreglo het heel graag gewild als ik op die maan was geland in plaats van op de 50. Eén. Nou, 2-1. Oh, ta-ta-ta-ta! Ta-ta-ta! Op die 5000, hè. Lekker zeg. Bankrupt it is. En alsnog blijft hij dan de S voor sukkel die nergens op slaat. Echt hoor. Ik weet dat ik... misschien overschrijdt dan iets in de AI waarvan ik denk van ja, promotie, ja sorry, ik moet toch iets anders pakken. Ja. Weet niet. Lekker hoor, gefeliciteerd. Het was wel dit potje. Ik had niet verwacht dat het op deze manier zou eindigen. Ik had ook verwacht dat onze grote vriend Dragonlord... Je kan ook precies de spike zien, hè? Ja. Ik ben in ieder geval tweede geworden. Bedankt voor het kijken. Het was een waanzinnig potje. Tot de volgende keer. Adios, amigos.